In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. Radio. Radio Bergijk. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Radio. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goeiedag, dames en heren. Namens heel Radio Bergijk wensen wij u natuurlijk een heel gelukkig en voorspoedig 5764 toe. Ha! Wat is dat nou? Dat is Israëlisch nieuwjaar. Ach ja, maar ik zie hier dat. Dat vieren ze vier keer per jaar. Ja. Nieuwjaar is vier keer per jaar. Ja. Het zijn echt feestvarkens. Ja, en ze hebben net een vijfde dag eraan toegevoegd. Nee, varkens mag ik niet zeggen. Feestdieren zijn het. Feestlammeren. Ja. Nou goed, ik zie hier dat er een vijfde dag aan toegevoegd is. Oh. Ja, dat is sinds vorig jaar. Ja. Vieren ze ook Shavuot. Ja, ja. Dat is de dag van de uit elkaar spattende bussen. Shavuot is het geluid wat je hoort. Fonetisch weergegeven als een bus uit elkaar spat. Ja, misschien Tijdje, kun je even dit echte geluid laten horen van een uit elkaar spattende bus, voordat we met de uitzending beginnen. En dat hebben ze gedaan omdat ieder moment als er zo'n bus uit elkaar spat, dan begint er weer een periode van stilte wachtend op de volgende uit elkaar spattende bus. Ja, Tijdje, laat maar even horen. De uit elkaar spattende bus. Nee, je mag zelf kiezen of er mensen in zitten of niet. Goed, dat is dus een vijfde nieuwe feestdag. We gaan beginnen met de uitzending. Gemeentebericht. Gemeenteberichten. Goeiedag, dames en heren. In het kader van de gemeenteberichten. De opbrengst van de collecte vorige week voor de Nederlandse Hartstichting in Bergijk. Heeft in Bergijk opgebracht €1,42 en twee knopen. Namens de Hartstichting willen we zowel de collectanten als de gevers hiervoor hartelijk dank zeggen. Ja, en ik ben echt verheugd met dit bericht, moet ik eerlijk zeggen. Want het betekent toch een percentuele stijging van 200% ten opzichte van vorig jaar van het aantal giften. En dat is natuurlijk een goed teken. Dat betekent dat de Bergijkenaar, zo figuurlijk gezegd, het hart op de goede plaats heeft. Absoluut, en daarom was het ook de reden dat ze dit keer bij de collecte heel Bergijk hebben meegenomen. Ja. Dus ze zijn bij 5500 huizen langs geweest. Precies. En dat is natuurlijk omdat het vorig jaar al bemoedigend was. Ja. Toen was het €0,82 wat erop gehaald was. Nee, 82 gewone centen. Dat waren oude centen. Dat waren oude centen. Ja. Ach, natuurlijk. Ja. Het moet maal 2 natuurlijk. Ja. Maal 2,2. Ja. Precies. Ach, dan is het helemaal veel wat er gegeven is. Daarom zeg ik een stijging 200%. Ja, nou begrijp ik wat je zei. Ik begreep het eerst niet. Nee, ik zag het ook aan je gezicht. Ik denk, wat zegt hij nou? Ik zag je wegtrekken. 200%, dat bestaat niet. Je voelt je 100% goed. Nee, maar kijk, als je nou zegt, ik heb 10 cent. Dat is 100% van wat ik in mijn portemonnee heb. Ja, 100%. En dan voel je ook 100%. Ja, en dan komt iemand en die geeft me 2 knopen en nog eens 10 cent. Dan is het dus, zeg maar, 200% van de oorspronkelijke 10 cent. Nee, je hebt er gewoon 100%. Want je hebt nu 20 cent en 2 knopen. Dat is 100% van wat je in je portemonnee hebt. Ja, maar dat is 100% meer dan de 100% die ik eerst in mijn portemonnee heb. Ja, maar dat blijft gewoon 100%. Kijk, ja. Ik ben 100% Peer van Eersel. Maar ik kan niet 200% Peer van Eersel zijn. Nee, maar stel nou dat jij. Wacht even, nou heb ik even die wegtrekker die jij zojuist had. Iets is 100%. Mensen zeggen altijd, ja, dit ging goed, ging voor 200% goed. Dan schiet ik altijd lek. Dan denk ik, ben je helemaal achterlijk? Iets bestaat toch niet meer dan als uit 100%? Ja, maar stel, 100% is al het gehele ding. Ik moet al zo lachen als mensen zeggen 200%. Ha! Denk ik dan. Achterlijk ga je schoolgeld terughalen. Dat kan helemaal niet. Ja, maar je kunt toch bijvoorbeeld, je hebt een pak oude vla in je koelkast staan. Ja, daar heb ik wel meer van. Ja. Nou ja, goed. Hoeveel pakken oude vla heb jij in je koelkast staan? Bij de laatste telling 22. Nou, oké. Okay. Met dons. Met groen dons. Ja. Van die bolle pakken. En door zon om weg te gooien. Ja. Maar die staan wel op z'n knappen. Dan stel dat je nog 22 van die pakken erbij krijgt van je buurman. Dan heb je, dus had je eerst 100%, is 22 pakken. Je krijgt er nog 22 van die op bol staande. Dan heb ik 44 pakken en is weer 100%. Ja, maar dat is 100% meer
dan de 100% die je had. Nee, want het blijft toch 100%? Dat vind ik net als bij kansberekening. Dan zeggen ze altijd, ja, het is 10% kans. Nee, denk ik altijd, het gebeurt wel, het gebeurt niets. Altijd 50%. En 50 plus 50, 100% kan nooit anders zijn. Je hebt niet meer procenten. Dan wat? Dan 100% of 50. Of 50. Of 50. Ja, maar kijk nou. Dan hebben ze dit jaar 2 knopen opgehaald. Vorig jaar 1 knoop. Ja. Dat is toch qua... Dus weer 100%. Dat... Vorig jaar was ook 100%. Nee, maar dat is nu 100% meer. Nee hoor. Maar hoe kun je dan ooit meer geven dan het jaar daarvoor? Want dat is altijd 100%. Dat kan wel, maar dat moet je niet in procenten zeggen. Hoe dan? In geld. Of dan zeg je, nou, het was meer. Oh ja. Goed, dit was het gemeentebericht. Ja, 100%. De avondvleermuis fladdert, dat is de zin van Peerke Groen. Want hij fladdert net als Peerke door het leven. Die ging links, de ander rechts, en die zou ze zijn zo gaan doen. Maar de peer is aan het fladderen gebleven. Peerke Groen, die daar fladdert in het duister, heeft naar niemand ooit geluisterd, wou zijn eigen dingen doen. Peerke Groen, kriskras in het schemerdonker, driemaal op een werkdag dronken, averechts en zonder poen. De avondvleermuis fladdert, dat is de geest van Peerke Groen. Want hij slingert net als Peerke, zo bezopen. De een had vrouwen, de ander huizen, deze kwam. Jij zou toch een reportage inleveren? Van die creatieve therapeut, waar jij naartoe ging? Meneer Van Eersel. Wat? Jij zou toch een reportage inleveren? Ja, er is iets. Ik was terug bij Beeks. Ja. En toen kreeg ik geen kopstoot meer. Nee. En toen heb ik mijn hele apparatuur in soort onderpand gegeven. Kreeg ik weer een kopstoot. En daar zit dat bandje nog in, maar ik krijg niet terug van Beeks, want dan moet ik betalen. Maar ik heb mijn WO nog niet overgemaakt gekregen. Dus mijn sprietapparatuur ligt bij Beeks nu. Hoor ik dit nou goed? Nou, waarschijnlijk wel. Grote tyfus kanker. Peer Van Eersel. Ja, dus kan nee, wacht. Ik moet even tot 10 tellen, wacht even. 1, 2, 3. Ja, als ik voor jou nou... Jij mij vijf... Dan moet ik weer opnieuw beginnen met tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus als jij mij nu... Van Eersel, hou nou even 10 tellen je kop dicht. 1, 2, 3. Rustig blijven toon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoe denk jij nou dat wij hier een uitzending kunnen maken als ik er had op gerekend had dat er een reportage van jou in zou zitten van pak een beet van 8 minuten. Ja, maar die heb ik ook gemaakt. Hè? Je hoeft niet zo raar tegen mij te doen. Ja, maar die zit in een cassette en die zit in met je spriet in Beeks. Ja, omdat ik een onderpand nodig had. Omdat ik al... Wacht even. Ik moet even tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4. Nou zeg, alsof jij... Hey! Alsof jij... Kom dicht! Ik heb godverdomme 2800 euro op de lat staan daar. Ik moet even tot... Waar moet ik dat van betalen? Stil. 1, 2, 3, 4, 5. Rustig blijven dan. 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Dus als je mij nou 50 euro leent...
kan ik mijn rapportage op gaan halen bij Beek. Ik heb ongeveer €50 aan kopstoot opgedronken. Nee, ik begin daar niet meer aan. Nou. Want ik heb het nog eens opgezocht. Hoeveel stond je bij Beeks in de rood? €2800. Ja. Bij mij het dubbele zowat. Ach. Oh ja, dat komt allemaal goed, man. Je kent me toch? Ja, het komt wel 8 jaar goed. Oh, en hier is trouwens je pinpas terug. Want... Wat deed jij met mijn pinpas? Nou, ik kreeg niks meer bij de buurtsuper. Stel! Ik moet even tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4. Rustig blijven, Toon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meneer Van Eersel vertelt over de door hem gemaakte reportage die momenteel even niet beschikbaar. Hier, nu niet boos worden, Toon, maar hier is je pinpas en je portemonnee zitten nog omheen. Ah! Het is wel leeg, man. Stil. Moest even. Stil. Naar Relaxhuis Angela en ik mocht niet. Stil! Alsjeblieft, ben even 10 tellen, stil. Ja, maar ik moest even. Weer, blijf even 10. 1, 2, 3, 4, rustig blijven, Toon. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kijk, ik was op deze ideeën gekomen door die man die kwam te vertellen in de kattendans over. Dat was professor Roger de Bruin. Die is creativiteitstrainer. En die zegt, je hebt geen problemen, want er is altijd een creatieve oplossing. En zo ben ik daarop gekomen. Het was een hele erg leuke bijeenkomst. Ik heb echt... Dat er eigenlijk helemaal geen problemen bestaan. Want er is altijd, als je goed nadenkt, altijd wel een oplossing. Ja, bijvoorbeeld, hij maakt ook heel veel goede grapjes. Een hele geleerde professor uit België. En die zei van, waarom is voetbal soms toch zo'n tijdje zo saai? Omdat 20% van de tijd de bal uitgeschopt is of achter. Of dat je moet wachten tot hij uit de tribune komt. Hij zegt, nou, waarom zet je dan gewoon die doelen niet in het midden van het veld? En de keepers met de ruggen naar elkaar. En nou, dat vond ik een mooie oplossing. Ja. Hij zei, waarom moet een speelveld op voetbalveld nou vlak zijn? Dat weet ik niet. Waarom niet gewoon op een hellend vlak? Zodat de ene partij voor de pauze bergop speelt. Ja. En na de pauze heuvel afwaarts. Ja, waarom eigenlijk? Nou, dat is toch lachen? Ja. Zo kan je het aantrekkelijker maken. Ja. Hij zegt, waarom alleen rode of gele kaarten? Waarom geen blauwe kaart? Dat als een team bijvoorbeeld 10 minuten geen overtreding heeft gemaakt, krijgen ze een blauwe kaart en dan mogen ze 1 speler erbij. Oh ja. Dat is toch een mooie oplossing? Ja. Hij zei ook zijn er verschillen tussen kokosnoot en negerin? Nee. Hij zegt, nee, als je aan een palmboom schudt, vallen ze allebei naar beneden. Nee. Ja, komt deze allemaal weer terug. Maar dat staat dus op dat bandje. Wat in het apparaat zit bij Beeks. Maar het was echt een hele erg slimme professor. Die zei, als je ook problemen hebt, je hebt bijvoorbeeld geen geld. Nou, er is altijd wel een oplossing te verzinnen om toch aan geld te komen. Je hebt altijd wel een vriend met een pinpas of een kennis. Of iemand waarmee je samenwerkt. En dan kan je zijn geld gebruiken. En dat betaal je dan wel weer een keer terug. Ik kan niet meer. Goed, nou, dan zal ik wel afsluiten. Radio Bergijk. Goed, dames en heren, dit was een aflevering van Radio Bergijk. Ik zou zeggen, voor alle gezonde mensen, kop op. En voor alle zieke mensen, beterschap. En voor mensen met problemen, creatief denken en je komt er altijd uit. Dag. Ik kan er niet meer. Wat is er nou met je? Ik weet het niet. Je ziet aschgrauw. Ik heb een dipje. En koud zweet op je voorhoofd. Kom op, we gaan naar Beeks. Want jij krijgt vast nog wat. Je hebt niks op de lat staan. Gaan we op jouw rekening kopstoten drinken. Kom. Ja. Kom, Toon, ik heb ook wel eens een dipje. Maar die professor zegt, hoe groot je problemen zijn, er is altijd een creatieve oplossing. Ja.